Steenbok, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 28. En dat is van maandag 10 juli tot en met zondag 16 juli. En de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Steenbok, alsof deze week een week is waarbij je eigenlijk een beetje zoiets hebt van, nou, het zal allemaal wel. Ik ga er niet te veel moeite aan doen. En dat is niet helemaal de insteek die je normaal gesproken hebt. Maar deze week heb je echt zoiets van, nou, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik heb er niet zoveel zin in. Mij niet willen. En ik heb het idee dat je ook echt daadwerkelijk die afstand neemt. Je neemt ook echt even een rustperiode. Het lijkt gewoon alsof je deze week even vooral tijd voor jezelf nodig hebt. Niet te veel zin hebt in gezeur. En drama lijkt je al helemaal uit de weg te gaan. Dus op het moment dat mensen om je omgeving daar bij jou eigenlijk willen... Ja, zeuren zou ik bijna willen zeggen, geef je echt niet thuis. Daar heb je gewoon geen zin in. Je gaat je eigen weg, je gaat je eigen stuk. En op het moment dat de mensen natuurlijk iets gezelligs met je willen doen, dan kan dat zeker. Maar een stukje drama, daar lijkt je deze week gewoon echt even geen behoefte aan te hebben. En neem je ook tijd voor jezelf om die dingen te doen die je wel wil doen. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.